Het zijn roerige tijden bij de Gasterra Flames. De prestaties zijn wisselvallig en coach Hakim Salem staat zichtbaar onder druk. Bovendien werd zomeraanwinst Maurice Miller afgelopen week ontslagen. Zondag traden de Flames aan tegen de Matrix Magics uit Nijmegen, spelend in het paarse tenue. Een sterk eerste kwart bracht de Groningers al snel een ruime voorsprong. Vooral Rogier Jansen speelde sterk en was belangrijk met 3 punters en assists. De Amsterdammer zag het vertrek van teamgenoot Miller al aankomen. Iedereen zag wel dat hij niet echt lekker in zijn vel zat en dat zijn spel niet optimaal was. Maar goed, dit was iets wat de laatste tijd al een beetje speelde. Het is altijd wel heel naar dat het gebeurt. Het is niet leuk om teamgenoten te zien gaan. Je bent elke dag 2-3 keer per dag met diegene en dan ineens is hij er niet meer. Want hoe kregen jullie het te horen? De general manager en de coach die gaven een soort toespraak. Met een ruststand van 44-32 gingen de Flames het derde kwart in. De voorsprong werd gestaag uitgebreid met onder meer 3 punters van de goed spelende Jansen en Ties Tielkens. Toch kwam Nijmegen knap terug in de wedstrijd. Het vierde kwart stond symbool voor de labiliteit van de Flames. Door 11 punten op rij van de bezoekers kwam de spanning compleet terug in de wedstrijd. Uiteindelijk stelden Rogier Jansen en Jamal Boykin met rakenvrije worpen de zegen veilig. Coach Salem bleef cool onder de comeback van Nijmegen. De trainer vond het geen close finish. Hakim, dat was kantje boord. Er staan 20 punten voor de 35 minuten. Ik weet niet welk kantje boord je bedoelt. Je geeft in de slotfase toch wel een ruime voorsprong weg. Het wordt zelfs spannend. Het wordt heel even spannend, maar we weten dat we de bovenliggende partij waren. We hebben de wedstrijd gedomineerd. We hebben 22 assists, we hebben 10 turnovers, we hebben 51% drietjes. We zijn op alle klassementen eigenlijk beter uit de wedstrijd gekomen. Nou ja, de laatste 5 minuten hadden we beter moeten uitspelen. Is dat dan toch een vertrouwenskwestie? Ze beginnen te twijfelen? Ja, een jong team. We maken 2 domme turnovers. Matrix krijgt een beetje de vleugels en ze beginnen moeilijke schoten te maken. En dan beginnen we een beetje onszelf te twijfelen en dan zie je dat niet goed is. De weggestuurde Miller was gescout door Salem zelf. Het is altijd een lastige beslissing om iemand weg te sturen, omdat je begint het seizoen, je bouwt relatie op met de spelers. En dan halverwege het jaar of iets daarvoor kom je toch tot de conclusie dat het niet gaat werken. Dus het is altijd moeilijk om die beslissing te nemen. Maar ik denk dat wij een goede beslissing hebben genomen om vooruit te kijken naar de tweede helft van het seizoen. Het was toch een speler die jij zelf had gescout. Voelt het dan ook als een persoonlijk falen? Ik heb niet alleen maar Maurice Miller. Ik denk dat dat ook een vergissing is bij heel veel mensen. Ik heb Jesse Voren, Demeer van der Horst, Rogier Jansen, Michael Kingme, Jamal Boykin, Ties Teukens, Thomas Koenis. Dus. Maar voelt dit als een persoonlijk falen? Nee. Tom Boot die zei ooit, winnen is het omgaan met moeilijke momenten. Hoe ga jij om met deze moeilijke periode? Nou, we hebben verloren afgelopen dinsdag. Dat was een moeilijk moment. En dit is het antwoord eigenlijk om zo dominant te spelen tegen een vrij goed scorend team. Matrix heeft 9 maal rotatie, is vrij diep. En we hebben laten zien dat wij toch wel de bovenliggende partij zijn. Ik denk dat dat het juiste antwoord is. Maar hoe ga je deze lijn voortzetten? Gewoon doorgaan met wat we aan het doen zijn. Maar dat deed je de vorige keer toch ook al toen je had gewonnen? Het is lastig omdat als je wint, zeg maar, dan komt het vertrouwen meteen terug. En dan ga je gewoon vanzelf goed spelen. En als het wat moeilijk tegen zit, dan is het niet meteen negatief denken. Maar gewoon continu teruggaan naar de basis. Hard werken, hard verdedigen. Daar kunnen we altijd op terugvallen. Dus in elk moeilijk moment moeten we gewoon teruggaan naar de basis. En geloven in onszelf. Over 2 weken heb je een evaluatiegesprek over je eigen prestaties. Met wat voor gevoel ga je dat gesprek in? Zoals jij evaluatiegesprek hebt met je eigen baas, zeg maar. Het is gewoon een evaluatiegesprek. Waarbij wij praten niet alleen maar over mij, maar we praten over spelers. We hebben evaluatiegesprekken met spelers ook. Dus ja, hoort er gewoon bij. Je bent wel tevreden over je eigen prestaties als trainer? Dit had beter gekund. Dit had beter gekund in het algemeen? Of? Ja, we hadden in de beker wat verder, een rondje verder kunnen komen. Maar goed, wij treffen meteen Leiden. De bekerwinnaar, dat was heel lastig voor ons. En uiteindelijk wil je strijden om de prijzen. Maar wat had je beter kunnen doen? Afgelopen dinsdag winnen. Zondag wonnen Hakim en zijn mannen wel. Dankzij de overwinning staan de Flames nu derde, achter Leiden en Den Bosch.